En adem uit. Ladies Lef, Rick Polman, directeur van Van. Ja, kreeg jij geen rode oortjes? 2000 vrouwen om je heen. Ik heb die hele partij in mijn eentje gelopen. En ik heb nog nooit zoveel vrouwen bij elkaar gehad in mijn zaak. Dus nee, dat ook nog nooit zo'n smile volgens nee, mij. Nee, geweldig, geweldig. Ik mag je tutoyeren, dat hebben we afgesproken geen net. Geen probleem. 040 congres en events. Noemen jullie het niet meer Van de Valk? Jawel, jawel. Van de Valk blijft altijd ons hoofdmerk. Alleen je wil toch met het congresgedeelte wil je toch aangeven dat je een moderne zakelijke uitstraling hebt. En dat staat een beetje haaks op wat we met Van der Valk in het verleden altijd gedaan hebben. Er zijn meerdere van dit soort concepten, denk ik, in Nederland, hè, vergelijkbaar. Wat maakt jullie nou zo uniek? Of is dit het enige in Nederland? Nee, 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 nee. Kijk, concepten zelf worden bedacht door professionals, door een apart bedrijf, een productiebureau. Ja. En die kijken waar is behoefte aan of waar willen wij op investeren. En wat wij doen is het faciliteren van de locatie en zorgen dat zo'n beurs net iets meer krijgt als in de conventionele beursgebouwen. Waar je toch in een kale ruimte er iets van moet maken, hebben wij de basisaankleding al voorzien. Je werkt samen met je vader, schouder aan schouder. Ik denk dat je van hem als vader heel veel geleerd hebt. Maar wat heeft hij jou als ondernemer geleerd? Nou, dat doet hij nog dagelijks. Wat er met name gebeurt, want mijn moeder en mijn vader hebben samen dat bedrijf groot gemaakt. Wat je met name meekrijgt is dat je moet ondernemen. Dat je niet stil kunt blijven zitten en op je lauweren kunt rusten en wachten tot de gasten binnenkomen. Je zult een euro ergens in moeten gooien om er 2 euro uit te halen. En dat is met name wat we in al die jaren met al die verbouwingen van het hotel hebben proberen te doen. Jullie zijn genomineerd voor congreslocatie 2013. Dat is hartstikke snel. Ja, super. Ja, het is natuurlijk een gevolg van het kiezen voor een aantal... dat je jezelf laat controleren op een aantal faciliteiten die je hebt. Dus we hebben 5 vergaderhamers. Dat betekent dat je aansluit bij een groep van congres faciliterende bedrijven. En dan zeg je van, nou, kijk eens, dit zijn mijn faciliteiten. Welke waarderingen hang je eraan? En die hamers die staan voor wat ze in het verleden ook 1, 2 of 3 of 4 sterren hotels waren. En we hebben die maximale score gehaald. En dan kom je automatisch in beeld van mensen die dat gaan beoordelen. Eigenlijk volledig in de traditie van het Van der Valk concept. De vader en de moeder en de zoon. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Wanneer is de uitslag? Weet je dat? Weet ik ook niet. Weet je ook niet? Nee. Je hebt het gewoon veel te druk met allerlei andere dingen. Weet je wat, wij bellen jouw communicatieafdeling wel op. Dan horen wij dat vanzelf. Ja, kijk, een prijs is mooi, maar je doet het voor de gast. Ja. Dus daar moet ook de focus liggen. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Mooie afsluiten, we gaan elkaar zeker nog zien. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Tot ziens.